Ik wil uw aandacht vragen voor 2 Kronieken 6 en dan de woorden 20 en 21. De verzen 20 en 21 van 2 Kronieken 6. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Dat uw ogen open zijn dag en nacht over dit huis, over de plaats waarvan ge gezegd hebt uw naam daar te zullen zetten. Om te horen naar het gebed, het welk uw knecht zal bidden in deze plaats. Hoor dan naar de smekingen van uw knecht en van uw volk, die in deze plaats bidden. Hoor gij uit de plaats uw woning uit den hemel. Ja, hoor en vergeef. Allereerst heb ik het over de plaats van het gebed, en dat is de tempel in Jeruzalem. Vervolgens over het horen van het gebed, en tenslotte wanneer God hoort. Dus de plaats van het gebed is de eerste gedachte, de tweede het horen van het gebed en de derde wanneer God hoort. Gemeente, we zeggen wel, ik hoop dat u die uitdrukking kent, het gebed is de ademtocht der kerk. Nu kan ik me ook voorstellen dat jongelui zullen zeggen dat woord ademtocht. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, als kind probeerde ik wel eens, hoe lang kan ik mijn adem inhouden? Op een gegeven moment moet je toch weer gaan ademen. Onder water zwemmen. De een kan meer meters onder water zwemmen dan de ander, maar op een gegeven moment heb je weer adem nodig. Anders gaat het niet goed. En zo ligt het ook met het gebed. Hoe lang kan je nou zonder gebed? Het is wel eens gezegd, David is in zonde gevallen. En ik ben het daar helemaal mee eens. Omdat hij zijn gebedsleven allang verwaarloosd had. Hij zal nog wel gebeden hebben, maar nou gebeden of niet. Even bidden jongens, we moeten nog even bidden. Dat is natuurlijk geen bidden. Van Paulus wordt na zijn bekering gezegd en ziet hij bid. Maar de man hebben als fariseeën toch ook elke dag gebeden. Ongetwijfeld. Hoeven geen seconde aan te twijfelen. Maar echt bidden doe je pas als God zijn genade aan jou heeft betoond. En je kan toch omdraaien. Als je echt bidt, dan roep je om genade. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan is het gebed het belangrijkste stuk van de dankbaarheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid moeten we wel onderscheiden, maar nooit van elkaar losmaken. Ongetwijfeld kan je nooit dankbaar zijn als je niet verlost bent. En heb je geen behoefte aan verlossing als je niet weet hoe schuldig je staat voor God. Maar laten we nooit vergeten dat 3 stukken nodig zijn om zalig te leven en te sterven. Je kan niet zeggen, omdat ik God mis, heb ik het. Dan zou er maar 1 stuk nodig zijn. De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, zei Kolbrugge, houd daaraan vast. En neem je nou dat gebed van de tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Daar zit de kennis van ellende in, de kennis van de verlossing. Want hij mag weten dat er bij God genade is. En uiteindelijk is het al een uiting van dankbaarheid. Want God hoort niet zo lief, zo zei later Luther, als de klacht van zijn kinderen. Dat ze om hem verlegen zitten. Dat is een loflied in zijn oren. Dat is een loflied in de oren van God. Het gebed, de ademtocht der kerk. We moeten de dag beginnen met gebed, een dag voortzetten met gebed en eindigen met gebed. Bidden als je opstaat. Bidden voor je naar bed gaat. Bidden bij het eten. Maar ook los daarvan mag je bidden. Maar dan komen er toch vragen op. Bij de een meer dan bij de ander. Helpt het allemaal wel? Hoort God eigenlijk mijn gebeden wel? En dan kan het zo ver komen dat de vraag naar boven reist. Bestaat er eigenlijk wel een God? Zit ik niet een beetje in het luchtledige te praten?
bestaat er eigenlijk wel een God? Want ik merk niet dat die luistert. Ik merk er helemaal niks van. Nou, afgoden bestaan niet. Maar de levende God bestaat wel. En die laat dat op allerlei manieren merken. De schepping getuigt van het bestaan van God. Hoe is het mogelijk dat wij er zijn? Dat komt omdat God bestaat. Waarom voelen wij aan dat er een verschil is tussen goed en kwaad? Een beest heeft dat niet. Dat komt omdat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Als je de Bijbel naast de werkelijkheid houdt, er blijven vragen over, dat weet ik, voor iedereen, ook voor ons. Maar dan bevestigt de werkelijkheid het bestaan van God. In Gods licht zien we het licht. Hoe dan ook, houd aan in het gebed en leg al je noden aan God voor. Als het loopt over Salomo, de zoon van David, van hem vinden we in het boek Kronieken 2 gebeden opgetekend. Helemaal aan het begin van 2 Kronieken, hij is net koning geworden, een gebed om wijsheid. En hier in 2 Kronieken 6, de tempelbouw is voltooid, het gebed wat hij heeft uitgesproken bij de opening, bij de inwijding van de tempel. Even iets over de boeken van de Kronieken. Net als de boeken van Samuel en de boeken van Koningen, zijn de boeken der Kronieken vanwege hun lengte in 2 delen gesplitst. Feitelijk geldt en voor de boeken van Samuel en voor de boeken van Koningen en voor de boeken van de Kronieken. Het is 1 boek. De Joden tellen het ook als 1 boek. Wat is het opmerkelijke van het boek Kronieken? Het is, zo zou je kunnen zeggen, een hervertelling van het boek Koningen. Hoewel, de schrijver van het boek Kronieken heeft ook andere bronnen geraadpleegd. Zo lees je bijvoorbeeld in het boek Kronieken van de bekering van Manasse. En daar lees je in Koningen niks van. Dus hij heeft ook andere bronnen geraadpleegd. En je kan zelf zeggen, het is een hervertelling van Genesis tot en met Koningen. Van Genesis tot en met Koningen. Jawel. Want weet je wat het eerste woord is in Kronieken? Dat is een naam. Adam. Het begint met geslachtsregisters. Moeten we die niet overslaan? Nou, ze zijn niet het meest interessant om te lezen. Dat weet ik ook wel. En toch, je moet ze niet overslaan. Ze zijn belangrijker dan we denken. Voor die mensen toen. Joh, staat mijn naam in de Bijbel? Of de naam van een van mijn voorvaderen? Ja joh, hij staat erin joh. En dan wist je, wij horen bij het volk van Israël. Het boek Kronieken getuigt van Gods trouw over zijn volk. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En in onderscheid van de boeken der koningen gaat het dan in de boeken der Kronieken uitsluitend over het Verenigde Rijk. Onder Saul, maar vooral David en Salomo en dan het tweestammenrijk. Want met David en zijn huis, ga maar terug naar 2 Samuel 7, had God een verbond gesloten. De naam van het huis van David zou van kind tot kind worden voortgeplant. En daarnaast, daarbovenuit zelfs, valt in de boeken der Kronieken heel veel nadruk op de tempel en de tempeldienst. En dan zie je vanaf Salomo, en eigenlijk begint het al bij David, want die had voorbereidingen getroffen. Vanaf Salomo is het huis van David verbonden met de tempeldienst. Salomo heeft bij de opening van de tempel een gebed uitgesproken. Ik heb het helemaal laten voorlezen. Als je het rustig voorleest, duurt het zo'n 12 minuten. En dat is voor predikanten een aanwijzing hoe lang het openbare gebed mag zijn. Dat moet niet veel langer zijn als het gebed van Salomo. Daar ben ik het van harte mee eens. Ik las pas een
Engelstalig boekje over het openbare gebed en de schrijver zegt maximaal 15 minuten. In het persoonlijke kan je nooit te lang bidden. Maar openbaar kan dat wel gebeuren. Daar moet een predikant voor waken, zo kon Spurgeon schrijven en zeggen dat hij in het openbaar te lang bidt en in zijn studeerkamer te kort. Maar dat is uiteraard zomaar een opmerking terzijde, hoewel die niet onbelangrijk is. En dan nu de plaats van het gebed. Sinds er een tempel gebouwd werd in Jeruzalem, kreeg Jeruzalem een bijzondere plaats in de harten van de leden van het volk van Israël. Dat was al het geval sinds David daar zijn hoofdstad van gemaakt had. Maar nu was het nog veel meer het geval. God deed zijn naam in de tempel wonen. Het was de plaats waar hij zijn naam ging zetten. De tempel kon je zien als de hemel op aarde. Natuurlijk, je mocht overal bidden. Maar met name de tempel was de plaats om het aangezicht van God te zoeken. Ook de eerste christenen die in Jeruzalem of in de directe omgeving van Jeruzalem woonden, waren gewoon de tempel die er toen nog stond te bezoeken. Op de tijden van het gebed, dat deden bijvoorbeeld, dat lezen we in het boek Handelingen, Petrus en Johannes. En toen werd de blinde bij de schone poort, de kreupelen bij de schone poort, genezen. De tempel, de plaats van het gebed, de hemel op aarde. Je moest wel beseffen dat God groter was dan de tempel. Want zelfs de hemel der hemelen kan God niet bevatten. Dat hebben de profeten betuigd. Met name Ezechiël. God heeft de tempel niet liever dan zijn eigen naam. En dan is de tempel verwoest, omdat Gods naam daar ontheiligd werd. Wat was wel de bedoeling van de tempel? Daar werden offers gebracht. Maar daar heeft de Heer Jezus ook weer op gewezen. Terugwijzend naar Jeremia, het huis van God moet een huis van gebed zijn. Nu is de tempel van Salomo verwoest. Vanwege de zonde van het volk. Er is een tweede tempel gebouwd. En die is in 70 na Christus verwoest. Hoe moet je dat nou zien? Dat staat één niet los van het feit dat de meerderheid van het Joodse volk Jezus als de Christus heeft verworpen. Maar het heeft ook alles te maken met het feit, er is geen tempel meer nodig. Waarom niet? Meer dan de tempel is hier, zo kon de Heer Jezus zeggen. En dan ga je naar de brief aan de Hebreeën en daar wordt ons beschreven hoe heel de tempeldienst vervuld is in de Heer Jezus Christus. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die sinds zijn hemelvaart gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Joden bidden nog altijd bij de klaakmuur. Een restant van de Tweede Tempel. Orthodoxe Joden verwachten een derde tempel. Hoewel de meeste orthodoxe Joden er zich niet al te druk over maken. Want die zeggen als de Messias komt, komt het vanzelf goed. Wij hoeven er verder niks aan te doen. Een kleine groep orthodoxe Joden meent dat men daartoe voorbereidingen moet treffen. Dat geef ik zomaar even door. Ik heb nooit kunnen begrijpen, en ik begrijp het nog niet, dat christenen kunnen uitzien naar de bouw van een derde tempel. Die hebben wel niet meer nodig. Wij hebben één die veel meer is dan een tempel. Weet je waar we wel naar mogen uitzien?
naar het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel. De stad die geen tempel nodig heeft. En dat is voor een orthodoxe Jood een desillusie als die dat hoort. Een stad zonder tempel, dan wordt het allerbelangrijkste nog gemist. Nee, schrijft Johannes, want het lam zelf is haar tempel. En dan zijn we al helemaal aangekomen bij het feit, hoe moeten wij die leven onder de nieuwtestamentische bedeling nu dat gebed van Salomo zien? We weten toch allemaal wel dat de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei die God aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Die vrouw had gevraagd, moet het hier op de berg Gerizim of te Jeruzalem? De zaligheid is uit de Joden. Daar begon de Heere Jezus mee. Dus Jeruzalem had een bijzondere plaats, heeft een bijzondere plaats in Gods gedachten. Maar als het gaat om het bidden, met het aanbreken van de nieuwe bedeling, nog op deze plaats, nog te Jeruzalem, die God aanbidden moet hem inbidden in geest en in waarheid. En hoe doe je dat dan? Je aanbidt God in de naam van de Heere Jezus Christus. Van de tempel God. God heeft zijn naam daaraan verbonden. En dat is de naam Heere, die naam woont er feitelijk in. God had daar zijn naam gezet. En dan gaan we naar de Heere Jezus Christus. De naam Heere komt niet alleen aan de Vader toe, maar ook aan de Zoon. Waarom eigenlijk? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hoe moeten wij bidden? In de naam van Jezus Christus. En is het grote gevaar dat we zeggen, uiteraard. Als we zo reageren, dan zullen we de naam van de Heer Jezus wel gebruiken in ons gebed. Maar de inhoud van die naam kennen we dan nog niet. Een moslim bidt niet in de naam van Jezus. Waarom niet? Heb je gemiddelen nodig? Die pleit op zijn eigen verdienstje. Een rabbinale Jood, precies eden. Die bidt wel tot God, maar niet in de naam van de middelaar. Die ziet wel uit naar de komende Messias als die een orthodoxe Jood is. Dat zal een koning zijn, maar geen priester. Want er komt weer een tempel en we hebben geen middelaar nodig. We hebben geen middelaar nodig. Bedreigt ons dat gevaar ook dat wij dat denken? Nou, tenzij een mens wederom geboren wordt, kan die op zijn hoogst met de lippen belijden dat hij een middelaar nodig heeft, maar hij zit er niet echt mee. En daar gaat het om. Hoe kan je nou merken dat je wedergeboren bent? Dat je gaat bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat de naam van de Heere Jezus Christus je zoet wordt boven alle naam. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in de oor. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog uw naam mij voor. Want als je bidt in de naam van Jezus, dan erken je daarmee, Heere, u bent niet verplicht naar mij te luisteren. U hebt zelfs alle redenen om niet naar mij te luisteren. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik beken mijn schuld die u tot straf beweegt. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Je erkent, God is niets aan mij verplicht. Maar je doet een beroep op Gods belofte, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dan leren we het onze kinderen. Die woorden kennen jullie toch ook, kinderen? Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Zo is het. En dan hebben we allemaal een vuilheid. Heb ik daar veel zonden?
We moeten bij ons hart beginnen. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil me rein. Reinig mijn gemoed van alle vuile zonden. De plaats van het gebed onder de oude bedeling had de tempel een bijzondere plek als het ging om het uitspreken van het gebed. Want daar was bij wijze van spreken de hemel op aarde. En nu onder de nieuwe bedeling, wat zijn wij bevoorrecht. We hoeven niet naar Jeruzalem af te reizen. We hoeven niet uit te zien naar de herbouw van een tempel. Meer dan de tempel is ons geschonken. Hij is niet meer op de aarde en toch is hij heel dichtbij. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer bij ons. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest. Zo zegt een christen, wijkt hij nimmer meer van ons. Dan mag je de nabijheid van God door Jezus Christus ervaren. Wanneer in het bijzonder? Als we in het gebed de verborgen omgang met God zoeken, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Ik kom bij mijn tweede gedachte. Er staat om te horen naar het gebed, het welk uw knecht zal bidden in deze plaats. Het was niet Salomo's bedoeling, nou ben ik daar één keer geweest in de tempel en nou is het wel mooi genoeg geweest. Hij zou telkens weer naar de tempel gaan om daar te bidden. Maar het was een plaats van gebed voor het hele volk. Hoor naar de smekingen, niet alleen van uw knecht, maar ook van uw volk, die in deze plaats zullen bidden. En dan weten we, al mochten ze het voorhof van Israël niet betreden, ook heidenen mochten naar Jeruzalem komen, om daar de God van Abraham, Isaac en Jacob aan te bidden. Want de Heere hoort. Maar daar kan je mee zitten. Hoort hij wel? Heb je mij gehoord? Kan je vragen? Nee, ik versta niet wat je zegt. Nou, dan zal ik het nog eens een keer zeggen. En wat luider. Is dat bij God ook zo? Ja, hij kan ons niet horen. We moeten luider spreken. Nee, al zouden we nog zo zachtjes praten, dat niemand ons kan horen en niemand ons kan verstaan, dan hoort God ons nog en dan weet God wat we bedoelen, want hij kent onze gedachten. Wij kunnen tegen mensen zeggen, joh, ik weet niet wat je bedoelt. Mensen kunnen ernstig ziek worden. Ze prevelen. Wat is dat frustrerend voor de persoon in kwestie. Die iets kenbaar wil maken. En je staat erbij. Wat bedoelt hij eigenlijk? Maar dat heeft God nu nooit. Ik weet het. Dat zei Elia tegen de Baalpriester spottend, ironisch. Die baden tot Baal. Harder roepen zij. Die, misschien ligt hij wel te slapen. Misschien ligt hij wel te slapen. Dat was spot natuurlijk. Want de levende God, dat wist Elia, die slaapt nooit. De bewaarder Israëls, die zal niet sluimeren nog slapen. Wij hebben slaap nodig. We liggen te slapen, we worden geroepen, we horen het niet. Maar dat is bij God anders. Waar komt dan de klacht vandaan? Ik bid wel, maar God luistert niet. Nou, als het gaat om aardse zorgen, we mogen alle aardse zorgen aan de Heere voorleggen. Maar de Heer heeft niet beloofd dat hij alle aardse zorgen van ons wegneemt. Wij mogen aardse zaken van God begeren. Je staat alleen, je bent nog jong. Je hoopt te trouwen. Zou eerst iemand moeten ontmoeten met wie je kan trouwen. En je legt het in het gebed aan God voor. En dan kan het toch zijn dat God een andere weg met je gaat. Dat is heel moeilijk. Maar het kan wel. En dan hebben we de neiging om te zeggen, ja, God hoort me niet. Hij hoort wel. Maar hij heeft een andere bedoeling met ons leven.
Ik denk dat we allemaal het lied wel kennen wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heerhand. Ik hoop dat we in de kerken alleen de psalmen blijven zingen. Daar zijn allerlei argumenten voor aan te voeren. Maar er zijn wel prachtige gezangen. En laten we die thuis zingen. Of in ander verband. Nou, dan kan je dus onder andere denken aan wat de toekomst brengen mogen. Gedicht door Jacqueline van der Waals. Waarom? Ze had te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was en ze was nog maar begin 50. En ze had het er heel moeilijk mee. Maar dan dicht ze: Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Wat zag ze dan niet? Nou, uiterlijk gezien leek het of God als vader haar in de steek liet en niet meer voor haar zorgde. Zalig hij die toch blijft geloven, ook als alles je tegenzit. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Dus God kan onze gebeden horen. Hij weet wat we bedoelen. Maar hij heeft met ons een andere weg in gedachten. Soms begrijp je na een aantal jaren het waarom. Het is ook mogelijk dat de waaromvraag open blijft tot onze dood. En dan wordt er wel eens gezegd, je mag niet vragen waarom. Maar dat zeg ik zo'n persoon niet na. Je mag best vragen waarom, Heer. Ik snap u niet. Alleen moeten we aanvaarden dat God op die vraag geen antwoord geeft. Dat moeten we aanvaarden. Jij mag de waaromvraag stellen. Maar we moeten aanvaarden dat God die vraag niet beantwoordt. Hoe zit dat, papa? Ja, jongen, daar ben jij nou nog te klein voor. Ik zou je het antwoord wel kunnen geven, maar dat snap je nou nog niet. Er zijn dingen, daar geldt dat van. Al zou je een kind het antwoord geven, dat kan een kind met een verstand van een kind nog niet bevatten. Al zou je het hem uitleggen, het gaat zijn pet verder boven. Als dat al van een kind geldt naar een volwassene, hoeveel te meer geldt dat voor een schepsel naar de schepper. Maar er is een gebed, dat hoort God altijd. En dat geeft Salomo ook aan. Zeker onder de oude bedeling, onder de nieuwe bedeling ligt het ietsje anders. Overtrad het volk Gods witte, dan werd het gestraft met tijdelijke straffen. Wat was de bedoeling? Dat men in de schuld kwam. En dat men om vergeving vroeg. In de schuld komen, je bekeren en om vergeving vragen. Onder de nieuwe bedeling is het zo dat God minder dan onder de oude bedeling direct reageert met tijdelijke straffen. Onder de nieuwe bedeling komt nog meer naar voren dat God een langmoedig God is. God heeft geduld. Maar zonde blijft zonde. Waar moet je allereerst om vragen? Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En als je dat vraagt, wanneer hoort God dan? Als je dat vraagt in de naam van de Heere Jezus Christus. Ik heb het niet verdiend. Maar ik beroep mij, o God, op het werk van uw Zoon. Wanneer hoort God dan? Ik vroeg het aan catechisanten. En meerdere zeiden op zijn tijd. En één meisje zei, dat klopt niet. Dat klopt niet. En ik vroeg aan haar, waarom klopt dat niet? Hij hoort direct, zei ze. En toen heb ik tegen al die catechisanten gezegd, zij heeft gelijk. Zij heeft gelijk. Ik lees nergens in de Bijbel dat je kan roepen om genade uit de verslagen hart. En God zegt, nou voorlopig nog niet hoor, voorlopig nog niet. De tollenaar bad, oh God, wees me zondaar genadig. En een paar jaar later, toen is hij toch echt gerechtvaardigd geworden. Nou ja, niet een paar jaar later, maar er hebben toch wel ettelijke weken tussen gezeten. Nee, hij riep, oh God, wees mij zondaar genadig. En ik weet het, het is een gelijkenis. Maar de Heere Jezus gaf dat onderwijs niet zonder reden. En hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis.
Heeft die man dat ook zo gevoeld? Wat hij er precies van gevoeld heeft, weet ik niet. Je moet eerst beginnen bij hoe het is. En dan pas hoe je het voelt. Je moet altijd beginnen bij hoe het is. Hij was vanaf dat moment rechtvaardig voor God. En zo moet ook de prediking uitgaan. Dan moet in de prediking duidelijk zijn. Degene die zich niet van harte bekeren, die niet geloven, zolang ze daarin volharden, de toorn Gods blijft op je rusten. Maar als je de belofte Gods in een waar geloof omhelst, dan mag je horen, mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Is er geen derde mogelijkheid? Nee, die is er niet. Het is het een of het ander. Het is het een of het ander. Er zijn op aarde maar twee soorten mensen, verloren zondaren en geredde zondaren. Verloren zondaren, die het niet in de gaten hebben, die kom je het meest tegen. Verloren zondaren, die er toch wel een beetje mee zitten. En geredde zondaren, en dan weet de een dat zekerder dan de ander. Als het gaat om zekerheid, zeker om zekerheid die je voelt, nou het is de ene keer meer aanwezig dan de andere keer. Maar dan nog blijft staan, een zondaar die gered is, is en blijft een geredde zondaar. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. God is een hoorder der gebeden. Maar dan moeten wij leren bidden. Dat we niet allereerst bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat tot voor ons voorop mag staan. Leer mij u te verheerlijken. En dan heb je ook elke dag brood nodig. En als je Gods naam hebt leren verheerlijken, elke dag opnieuw de vergeving van zonden. Maar daar begint het dus mee. Leer mij uw naam verheerlijken. Ik heb wel eens gezegd, als wij het onze Vader hadden moeten opstellen, dan zag het er anders uit. Dan had er gestaan, onze Vader die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood aan. Dat had er gestaan. En verder niks. En daar komt de klacht vandaan. Ja, God hoor niet, dan bid ik toch elke dag. Onze Vader die in de hemelen zijt, geef mij heden mijn dagelijks brood. En hij hoort me niet. En dan denk je bij dagelijks brood aan alle zorgen en alle noden. Nee, je moet anders leren bidden. Dominee Jacques van Dijk kwam in Gameren op bezoek bij twee oude mensen, die waren 60 jaar getrouwd. Hoe stond het erbij voor de eeuwigheid? Ze konden God niet ontmoeten. Maar ze konden wel betuigen dat ze vanaf de trouwen gevraagd hadden, heren, bekeer ons. Nou, zei Van Dijk, dan vind ik God een grote tiran. Dat die mensen die er al 60 jaar om vragen nog steeds niet gehoord hebben. En inmiddels oude Thomas. Ja, maar dominee, zeiden die mensen. Ik geef alleen maar weer, zei Van Dijk, wat jullie mij vertellen. Als wat jullie mij vertellen waar zou zijn, dan is God de grote tiran, zei hij. Maar dat is die gelukkig niet. Ik vrees, zei Van Dijk, dat jullie nog nooit hebben gebeden. Begin dat eens onder ogen te zien. Op uw noodgeschrei, lees ik, zei Van Dijk, doet God grote wonderen. Dan roepen we uit de diepte om ontferming. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Het horen van God. En dan nog een keer. Dan kan het zijn dat je het niet voelt. En dan geef ik door wat Philpott zei. Blijf dan toch aan Christus voeten liggen, ook als je het niet voelt. Als je bidt om vergeving, om Christus te mogen leren kennen, je voelt het niet. Gewoon aan Christus voeten blijven liggen, zei Philpott. Weet je waarom, zei hij? Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat iemand daar gestorven is. Nou, dat vind ik een prachtig antwoord van Philpott. Een prachtige opmerking, klopt ook. Want geloof, zekerheid gaat op en neer. Maar als het je om Christus begonnen is, dan kom je nooit en dan ook nooit beschaamd uit. En nu het tijdstip. Er zijn, en dat is gelukkig, winkelsluitingstijden. Het is jammer dat dat steeds meer op de schop gaat. Want winkelsluitingstijden, dat is goed. Voor mensen. Met name voor het personeel. Als een winkel 7 dagen open moet zijn, dan krijg je een 24-uurseconomie.
Dat is funest voor het gezin. Ook een niet-christen zal dat toch toe moeten geven. In Amerika heb ik het meegemaakt. Ik ben er een paar keer geweest. Ik wou toch een keer met mijn eigen ogen zien. Een mol noemen ze dat. Die is 364 dagen per jaar open. Alleen op eerste kerstdag is die gesloten. Verder is die altijd open. 24 uur per dag. Is die gesloten? Of het nou 12 uur 's middags is, 8 uur 's avonds of 3 uur midden in de nacht. Je kan er naartoe, want die winkel is dag en nacht open. En wat ga je daar kopen? Eten, drinken, groenten, noem maar op. Alle soorten eten en drinken. Gereedschap, hengels, kanaries, je kan het zo niet bedenken, computers, je kan alles en alles kopen. 24 uur per dag. 1 dag per jaar gesloten. Alleen eerste kerstdag, dat dat hoogst ongezond is. Ik hoop dat dat geen toelichting hoeft. Maar waarom dat beeld? Je kan er altijd terecht. Je hoeft je niet af te vragen, hoe zou die winkel open zijn? Even kijken, sluitingstijden. Nee, je kan er altijd terecht. En dan zegt God, mijn ogen zijn dag en nacht over dit huis open. Het is niet zo, het is nou nacht en avond begint te naderen. God is ook moe, die moet ook even rust nemen. Nee, gelukkig niet. Zijn ogen zijn dag en nacht over dit huis open. Bij mensen moet je vragen, joh, schikt het jou? Nee, het schikt me niet. Het kan ook zijn, er wordt je gezegd, joh, wij gaan sluiten. Dat kan ook gezegd worden door een overheidsinstelling. Joh, het is 5 uur, we gaan sluiten, maar morgen ben je de eerste als je hier staat. Dan word je morgen als eerste geholpen. Maar als het nu geen uitstel kan leiden. Wat zei de Heere Jezus tegen die moordenaar? Heere, gedenk mijn, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Toen heeft hij niet gezegd, joh, morgen word je als eerste geholpen. Morgen word je als eerste geholpen. Nee, die man is diezelfde dag nog overleden. En de Heere zei, heden zult ge met me in het paradijs zijn. En toen heeft hij met zijn eigen ogen gezien dat de Heere Jezus de geest gaf. Die man heeft er nog baat bij gehad dat de Romeinse soldaten hem gedood hebben. Want anders was dat heden niet in vervulling gegaan. Dan had het morgen geweest. Heden mocht hij met een Heere Jezus in het paradijs zijn. Gods ogen zijn dag en nacht over dat huis open. Dat heeft Salomo aan de Heere gevraagd of dat zo mocht zijn. En dat is hoe dan ook waar als wij bidden tot de Vader in de naam van de Heere Jezus Christus. Een echt gebed is altijd een smeekgebed. Maar er kan nooit een waarlijk smeker zijn zonder loven. Let maar eens op. De klaagpsalmen eindigen allemaal in lof. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Want alleen al dat er een weg terug is, is een reden tot dankbaarheid. En dan kom je bij dat heilige mysterie. Dat kunnen we nooit ontrafelen. Er is mij wel eens gevraagd, mag een onbekeerd mens pleiten op Gods belofte? Dat is ten diepste een dwaze vraag. Want iemand die pleit op Gods belofte is tot God bekeerd. Dat is een dwaze vraag. Ik begrijp de achtergrond wel, maar dan kom je bij dat mysterie. We mogen het bidden niet laten. Op het moment dat je echt leert bidden, heb je al deel aan genade. Daar zit niks tussen. Dat blijft voor ons een heilig mysterie dat we nooit kunnen doorgronden. We mogen niet zeggen, wacht maar eerst eens even tot je voelt dat je genade krijgt. Dan gaat dan maar bidden. Nee, zo mag het niet. Maar je kan ook niet zeggen, nou ik merk dat je echt bidt. Hou nog maar even vol, joh, dan komt het op zijn tijd wel goed. Dan heb ik altijd de neiging als predikant of ouderlingen dat zeggen, hoeveel Ave Maria's moeten het zijn? En dat is een puur werkheilig antwoord. Een werkheilig antwoord. Maar als je erover door gaat denken, is het een mysterie. En dan geldt ook dat God rechter is. Wat bedoel ik? Wij weten dat er 3 stukken nodig zijn om zalig te leven en te sterven. En dan kom ik mensen tegen. Ik ben blij dat ik niet hoef uit te vogelen hoe het met die mensen zit. Hebben ze er nou deel aan of niet? Ik wijs ze maar de weg.
God is rechter, hij beslist. En mensen kunnen hoog van de toren blazen en dat wij diep onder een indruk zijn. En dat heel niet zo is. Maar we moeten wel de zaak zelf helder houden. Bij het echte gebed hoort altijd al lofprijzing, nooit kritiek. Nou bid ik wel, maar het helpt allemaal niet. Nee. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klacht op zijn onfeilbaar woord. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Nou, de Heere leren ons zo bidden en dan komen we met hem nooit teleurgesteld uit. En dan mogen we vervolgens al onze aardse noden en vragen aan hem voorleggen. Amen. Wij gaan zingen van de 20e psalm. En daarvan de vers 1 en 2. Dat op uw klacht de hemel scheuren. 1 en 2 van psalm 20.